dit is dan toch de plek waar jij altijd wilde voetballen, of niet? Ja, en dat is mijn, mijn droomplek, was dit. Toch? Ja, nee, zeker weten, ja. En dat het dan uitkomt is helemaal bijzonder natuurlijk. Dus dat is helemaal een droom die uitkomt, ja, Harry. Lekker. Want je speelde daarvoor, ja, weet ik veel, maar als jongetje al, had je als jongetje al helemaal het idee van... Ik zat als, ik denk vanaf mijn zevende hier, in vak P, schuin tegenover. Ja, tot mijn jaar of 13, 14. En toen ging voetbalde ik zelf op in het weekend, dus kon ik niet altijd naar wedstrijden. Toen had ik geen seizoenkaart meer. Maar toen zat ik hier altijd, iedere thuiswedstrijd. En ieder jaar een open dag, daar was ik wel altijd te bevinden. En ja, toen was mijn droom om hier op het veld te spelen. En, ja, dat is nu uitgekomen. Ongelooflijk, want waar zat je allemaal bij, weet ik veel. Ik heb het laatst zitten kijken ook. NAC. NAC. Volendam. Volendam. ADO Den Haag. Heb je nooit bij jezelf gedacht? Heb je nooit een beetje getwijfeld? Heb je nooit gedacht van, nou, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed met die carrière van mij. Nou, dat moet jij wel eens gedacht hebben. Ja, dat heb ik ook gedacht. Want op een gegeven moment ging ik van NAC naar Volendam toe. Ja. Met het idee van, oké, ja, ik ga twee jaar in de Jupiler League spelen. En dan ga ik weer naar de Eredivisie toe. Maar dat werd 4 jaar. Dus dat werd al iets langer. Nou ja, in die periode heb ik wel eens gedacht van, ja, het is wel heel ver weg allemaal. En jij bleef maar stiekem een beetje dromen van dat Feyenoord. Nou ja, vooral geloven in mezelf. Ja? Dat is het belangrijkste. En, ja, eigenlijk heb ik dat altijd al gedaan. En, ja, je bleef geloven in jezelf. Maar had jij ook steeds het idee van, en steeds maar de hele tijd die Kuip in gedachten? Natuurlijk. Ja, omdat dit toch wel mijn club is. Omdat dit de club is waar ik heel graag voor wil spelen. En, ja, dan... Als het dan eventjes tegen zit, dan blijven we natuurlijk wel eraan denken. Maar toen ook op een gegeven moment in het laatste jaar bij Volendam veel scoorde, wist ik al, oké, ja, nu kan een kans op de Eredivisie kan weer terugkomen. Ja. Nou, die kwam. Toen kwam ADO Den Haag. En dan wist ik ook, als ik het bij ADO goed doe, dan is die kans voor Feyenoord is dan weer een heel stuk groter. Yes. Nou ja, en dat gebeurde dus afgelopen zomer. En huppatee. En daar is lengte dan. Daar is lengte. En lengte zit gewoon hier in de Kuip. Gek.